VVV in dezelfde formatie als tegen De Graafschap. De wedstrijd die het vorig weekend won in de Kuhl heeft VVV meer problemen dit seizoen. Verloor zijn laatste twee thuiswedstrijden tegen Top Os en Jong Utrecht. Dit was de eerste mogelijkheid van de wedstrijd voor Jong PSV, de redding van Delano van Crooy. Jong PSV met 5-1 te sterk voor Almere en aardig dus in 2022 gestart. Dit was de actie van de Canadees Simon Collin. Jong PSV is sterker in de eerste 20 minuten in de Kuhl. Kruipt door, sluipt door, maar uiteindelijk geen overtreding gezien door de scheidsrechter ten opzichte van Collin. Dan VVV eindelijk eens met Coquelin, de centrale verdediger. Coquelin, en dat doet hij wel vaker, scoren van grote afstand. Hij zet VVV op voorsprong. Vierde doelpunt van het seizoen. En daar gaat de keeper van Jong PSV, Maxime de Lange, zeker niet vrij uit. Voorsprong dus voor de ploeg van Luukay, die zijn contract verlengde in de Kuhl. En deze kopbal gaat maar net naast. Kopbal van Stam van Dijk. Dan weer Jong PSV met Nigel Thomas. Saibari. Bakayoko. Bakayoko, en dat is 10 minuten voor rust. Een hele fijne gelijkmaker. Achtste doelpunt van het seizoen voor die 18-jarige Belg. Vierde doelpunt voor Bakayoko in de laatste 5 wedstrijden. Hij scoorde ook in die 5-1 overwinning op Almere City. 1-1 ruststand. En dit is in de tweede helft een overtreding ten opzichte van Saibari. Gemaakt door Stam van Dijk. En scheidsrechter Cantino legt de bal op de strafschopstip. En dat is een terechte beslissing. Lompe overtreding van Van Dijk. Bakayoko voor zijn tweede. En dat is geen probleem voor de Belg die mee zou gaan op trainingskamp met het eerste elftal. Maar dat trainingskamp, zo weet u, dat ging niet door. Roger Schmidt zal hem binnenkort wel eens gaan gebruiken voor de eerste selectie. Grote kans hier op de gelijkmaker. Voor Coquelin, maar die kopt de bal recht op de lange af. Daar had hij wel iets meer mee kunnen doen. Zo gaat VVV op jacht naar de gelijkmaker. En weer een kopbal die gevaarlijk is, maar goed wordt gepakt door de lange. Kopbal nu van Van Dijk. Ook Da Graça was daar dichtbij. Van Crooy, zwakke trap. Bakayoko, één man kwijt. Dat is Simon Jansen. Nog eens Bakayoko. En dan is het 1-3. En heeft hij zijn hat-trick te pakken. De 68e minuut is de stand gekomen op 1-3. De eerste hat-trick van Jong PSV met in de loopbaan van Bakayoko. En ongetwijfeld niet zijn laatste. En dan lijkt het verschil wel gemaakt door de ploeg van Van Nistelrooy. Schot van Collin. Jong PSV voetbalt makkelijk, creëert veel. Hier ook weer een kans, een kopbal die op de lat eindigt van invaller Prieske. Een Deen, 17 jaar, die gehuurd wordt van Midtjylland. En die ook al scoorde bij zijn debuut in de wedstrijd tegen Almere. Bakayoko nog maar eens. Zijn voorzet, daar is Prieske en ook die zit erin. 84e minuut en dan staat het 1-4. Maar ik denk niet dat Prieske die bal nog raakt. Ik denk dat Bakayoko hier zijn vierde doelpunt maakt. En daar eindigt het bij. Van Nistelrooy kan dik tevreden zijn. Jong PSV wint overtuigend in de Kuhl.